Er zijn een aantal games speelbaar of daar zijn een presentatie van geweest. Zou je kunnen zeggen om welke titels dat gaat? We hebben de presentatie gehad vandaag van twee titels. Van Operation Flashpoint en van Overlord 2. En we hebben hier meerdere titels speelbaar. Dat is onze nieuwe race game Fuel. Onze nieuwe shooter Damnation. En Overlord 2 is hier ook speelbaar. Fuel, het is een race game. Er is nog niet heel veel informatie over bekend. Zou je ons wat meer over deze titel kunnen vertellen? Fuel is de allergrootste open race wereld die ooit gemaakt is. Dus als je het vergelijkt met een titel als Burnout Paradise. Deze wereld is 40 keer zo groot als die van Burnout Paradise. Het speelt zich af in een post-apocalyptische setting. Dus de wereld is vergaan. Er is geen benzine meer. En je hebt een stelletje maloten die auto's en motoren hebben die ze zelf hebben zitten sleutelen. En die gaan tegen elkaar racen. Dat klinkt misschien een beetje als een paradox, maar om benzine. En die hele setting leent zich tot fantastische races. Want de wereld is echt ten onder gegaan aan natuurrampen. Dus je ziet ook nog overal tornado's voorbij komen. De aarde die schudt, grote sneeuwstormen en ja, een enorme wereld. En dat voegt wel echt een enorme dimensie toe aan het racen. Veel racegames tegenwoordig draaien toch een beetje om het pimpen van de auto's. In hoeverre is dat een grote rol in deze game? Als je kijkt naar de racegames van Codemasters, draait het bij ons eigenlijk veel meer om echt het racen dan het pimpen van de auto. Dus als je kijkt naar Race Driver Grid, daar hebben we ook echt laten zien van, er zijn heel veel goede racegames uit. Maar wij willen gewoon die spanning weer terugbrengen in het racen. Fuel een heel andere game dan Grid. Daar gaat het niet om de schademodellen, maar gaat het gewoon echt om een lekker arcade racen in die open racewereld. Met verschillende voertuigen, met quads, met buggies, met hovercraft zelfs, waarmee je over het water kunt. Maar het pimpen speelt hier eigenlijk helemaal geen rol. Je kunt wat liveries op de auto plakken, dus mooie stickers. Je kunt je driver, die kun je flink pimpen, die kun je extra tattoos geven en een mooie helm. Maar het is niet zo dat je je bandenspanning kunt bijstellen of de vleugels je kunt tweaken waardoor je nog harder gaat. Dat is niet belangrijk in Fuel. Nou goed, het klinkt leuk. Even een hele andere titel, Damnation. Hij is niet gepresenteerd, zelf heb ik hem wel even gespeeld. Het viel mij op dat de besturing nog niet helemaal lekker werkt. In die zin, je mannetje beweegt niet heel soepel. Wordt dat nog verbeterd? Ja, die code die hier speelbaar is, die is inmiddels alweer denk ik een maand of anderhalf tot twee oud. We zitten nu echt in de allerlaatste fase van het tweaken van die game. En daar worden dingen zoals controls worden daarin gefine-tuned. Dus je kunt er wel van uitgaan dat het straks nog lekker soepel loopt. Maar zoals je hebt gezien, ziet het al wel mooi gepolished uit en biedt het al wel een toffe shooter-ervaring. In vijf kernwoorden, waarom moeten mensen die titel kopen? Zoals we zelf zeggen, misschien is het net vijf. Shooter gone vertical, dat zijn er drie. Maar dat je in ieder geval de hoogte in gaat met de shooter. Dat is echt het allercoolste van Damnation. Dus dat je niet alleen maar, zoals bij andere shooters, door een vlakke, lineaire wereld loopt. Maar ook de hoogte in kunt. En vooral in multiplayer vind ik het zelf heel tof. Dat je op de zesde verdieping gaat zitten van een gebouw met je sniper rifle. En dan gewoon iedereen lekker sneaky gaat zitten omverblazen. Dus de vernieuwing zit echt in de hoogte? Ja. Een andere titel die we gezien hebben in de presentatie is Overlord 2, opvolger op Overlord 1 uiteraard. Wat kun je zeggen qua verbeteringen en vernieuwingen? Overlord 1 was natuurlijk al wel een hele complete game. Maar er lagen nog heel veel wensen aan het eind van Overlord 1. Dat willen we er nog in stoppen, we willen de minions meer mogelijkheden geven. En de minions waren toch ook echt de helden van Overlord 1. En het geven van die meer mogelijkheden is dus nu gestopt in Overlord 2. De minions soorten hebben allemaal een mount, dus een dier of een beest dat ze kunnen berijden. Zo hebben de bruine minions, die hebben wolven waar ze op kunnen rijden. En het is dan niet alleen maar leuk dat ze op een wolf kunnen rijden, maar die wolf die geeft dan ook echt extra abilities. Dus minions kunnen normaal niet over een gat inspringen, maar als ze op een wolf zitten kunnen ze dat wel. Dus dan kunnen ze over bruggingen maken door sprongen die ze kunnen maken. Daarnaast is het zo dat je met de Overlord minion possession kunt doen. Dus je kunt naar zo'n grote toren waar je een minion op sacrificed, dus op opoffert. En jij kruipt dan in de huid van de minion, dan ben je dus de Overlord even niet meer, dan ga je dan uit. En je kunt dan alleen met de minions spelen. Dus wat je in Overlord 1 had, dat je de minions kon sweepen, maar nog steeds de Overlord was. Dat heb je nu in Overlord 2 ook, alleen ben je dus dan Overlord echt niet meer. Je bent gewoon een groepje minions en kunt dan door doolhoven, door kleine werelden waar je normaal met de Overlord, omdat die gewoon groot en stoer is, niet kunt komen. Dus dat is een toffe toevoeging. Wat er verder is toegevoegd is dat je met de minions grote siege towers en zo kunt overnemen. Grote katapults waar je ballen mee kunt afvuren. Dat is ook wat we gezien hadden. Wat ook in het filmpje zat. Ja, wat je gaat zien is dat de tegenstander ook gewoon een stuk sterker is geworden. Je vecht tegen de Glorious Empire wat erg lijkt op het Romeinse Rijk, op het Romeinse leger.
En die zijn heel erg gewend om informaties aan te vallen en te verdedigen. Dus je kunt af en toe niet meer zo zeggen van, oh, ik ga er gewoon met 50 minions tegelijk op af. Je moet over nadenken en dan kun je terugtrekken in zo'n siege tower. En dan zo'n compleet leger bombarderen met grote ballen en vuurballen. Een groot verschil is dat je in deel 1, het was echt heel erg goed versus kwaad. Nu werd er al gezegd kwaad tot nog kwaader. Ja, hoe kwaad wordt het allemaal of hoe bruut? Het is niet zo bloederig als een aantal andere games die we vandaag hebben gezien. Dus je gaat nog steeds geen hoofden aftrekken van onschuldige de burgers. Maar het is wel, de commentaar van veel games en de community was van, ja weet je, we hebben dat kwaad zijn, dat is toch wel eigenlijk het leukste. Gewoon alles kapot maken. Stiekem wel, hè? Ja, precies. Dus als je thuis komt na een dag werk of een dag studie, dat je denkt van, ik ga even lekker die minions op zo'n dorp afsturen, ik maak alles kapot. En dat heeft nog meer diepte gekregen, dus je kunt nog meer kapot maken. En, Goed, we hebben nu 3 titels gehad. Als laatste had je het over Operation Flashpoint. Ja. Wat kun je ons daarover vertellen? Operation Flashpoint is natuurlijk een van de titels waar langst naar uit wordt gekeken. We keken door heel veel gamers. Toen de vraag ook werd gesteld in de zaal van wie kijkt jij naar Flashpoint, ging meer dan 3/4 van de handen omhoog. En ik denk dat die, ook als je kijkt in de eindejaarlijstjes, eind 2008 lijstjes, stond Operation Flashpoint in de top 5 van most anticipated games. En ik heb Code gespeeld en JJ van GameKings heeft ook gespeeld. En we gaan de belofte die we hebben gemaakt, gaan we gewoon echt waarmaken. Dit wordt echt een van de allergrootste titels van 2009. Dat durf ik met mijn hand in het vuur durf ik dat wel te beweren hier. We wachten het af uiteraard. Ook werd er gezegd, Call of Duty liefhebbers moeten eigenlijk de Call of Duty franchise maar even laten liggen. Hoe groot is het verschil tussen deze twee shooters? Dus Call of Duty versus Operation Flashpoint? Het zijn twee totaal verschillende games. Operation Flashpoint is ook Modern Warfare. Het is gewoon hedendaagse oorlog. Maar op de meest realistische manier als je het ooit hebt gezien. Weet je, het is, ik vind Call of Duty fantastisch. Maar Call of Duty is natuurlijk wel echt heel erg Hollywood-esque. Je pakt gewoon je rifle en je loopt een oorlog of een gevechtsgebied in. En je schiet gewoon alles overhoop wat je tegenkomt. Dat kan in Flashpoint niet. Als je dat gaat proberen, dan ben je gewoon meteen dood. En dan staat iemand met een sniper rifle achter een boom. Die jaagt een kogel door je hoofd en je bent dood. Dus wat dat betreft is Flashpoint gewoon vele malen realistischer dan een game als Call of Duty. Maar realistischer betekent misschien ook wel moeilijker. Ben je niet bang dat mensen daardoor afhaken? Dat het te lastig wordt om op te pakken? Nou, het zal vooral heel erg wennen zijn, want alle oorlogsshooters die op dit moment uit zijn, die hebben natuurlijk wel echt dat heel erg Hollywoodeske manier van vechten. Gewoon vol erin en maar schieten. En als je even een paar kogels in je lichaam krijgt, dan wordt het beeld wat grijs en dan trek je je terug en dan wordt het vanzelf beter. Bij Flashpoint moet je gewoon echt de knop omzetten van ja, zo kan het niet. Weet je, ik moet gewoon goed nadenken van oké, wat ga ik doen om die tegenstander die daar in een dorp verscholen zit, hoe ga ik die uit de tent lokken? Je hebt een aantal andere soldaten om je heen, gewoon een leger die allemaal opdracht kunt geven. Je kunt zeggen van nou jongens, gewoon de boel flanken. Dus het is wat dat betreft een stuk strategischer. Maar je kunt daar wel aan wennen. En ik denk dat als je die ervaring eenmaal gevoeld hebt, dat het een hele mooie extra dimensie is. En dat het heel mooi kan bestaan naast andere oorlogsgames.